Vandaag, 30 januari, laten wij ons als voorlopig bestuur door notaris Paul informeren omtrent de juridische aspecten van de stichting. We hebben vervolgens weer eens gekeken wat houdt de stichting in. We hadden eigenlijk helemaal niet de intentie om een stichting op te richten. Maar ja, je hebt het nodig, wil je verder komen. Ook de hoofdelijke aansprakelijkheid. Een van de kenmerken van de stichting is, wat u aangaf, een eigen dragen van rechten en verplichting. Gewoon echt een zelfstandig iets. Het voordeel van de stichting boven een vereniging is, een vereniging heeft leden. En andere leden, ja, die hebben het gesteunrecht. En mijn stichting heeft te maken met het bestuur en geen reden. En het bestuur maakt beslissingen, neemt de beslissingen. En ik vind de stichting ook wel aardig op klinken, want de stichting had nog niet geloof sociale doelen. Ja, klopt inderdaad. Een van de dingen van de stichting is inderdaad dat ze officieel geen winst mogen maken. De bedoeling is eigenlijk nu de komende tijd de stichting het leven te gaan doen. Ik zou je voorstellen, dat is Johan. Ja. Johan is vrij wat bij TV Voorthuis gekomen nadat hij de website had gezien, een stuk in de krant. Ja. En hij maakt daar animaties. Zij? Ja. Dat is Kok. En Kok Boot. Dat is een medewerker van ons. Hij filmt ook graag, maar dat heb je al geleerd. Ja. En we hebben nog vier. Het doel, ja, dat is even tv maken. Ja, en dat is even de vraag van hoe ga je dat formuleren? Is het televisie maken? Maken jullie de televisie zoals u bijvoorbeeld? Of zijn dat mensen die spontaan kunnen aanleveren? En kan is ook jullie intentie om het uit te zenden? Nee, maar ja. Willen jullie echt het produceren of het uitzenden? Nou, of is het beide? Ja, beide. Ja. En we hebben het liefst het laatste. Nou, we kunnen ook meerdere mensen één onderwerp gefilmd hebben dat wij iets monteren natuurlijk. Nee, om, ja. Dus dan maken jullie de uitzending. Ja. Jullie maken de uitzending gericht. Ja, wij maken de uitzending. Ja. Alleen materiaal halen we overal. Een ander iets is dat bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Dus dat je zegt van ik committeer mij voor een periode van 4 jaar als bestuurslid. Nee, ik zal later nog na te denken over een blessurische smaakpunt. Ja. Je weet niet wat je gaat doen, misschien dat je een keer een plek krijgt omdat je iets hebt uitgezonden, wat je niet hebt uitgezonden, bijvoorbeeld met die met recht op dat soort dingen. Het is voor jullie misschien, hoe komen jullie in beeld? Hoe maak je je bekend? We hebben het een keer wat in de krant gesteld. De bedoeling is wel op het moment als we iets gerealiseerd hebben. Om naar buiten te treden. Nu treden we alleen maar met visitekaartjes naar buiten. Als de zichtbaarheid is veel. Inmiddels hebben we ook sponsorkleding gekregen. Dat doe ik expres. Te laat van het wel lopen hier rond. Dan weet je ook waar het voor is. En ze weten ook, als ze niet willen, dat zou ik wel niet doen. Probeer ik dat, want je gaat naar de 14 februari. Hebben we een leven gehad? Ja. Wat leven gehad is, sorry. Hebben we vrijwilligers gedaan?